Dit is het waterfilter wat ik eerder op een review liet zien. Je kunt die aan deze kant dus op een fles schroeven. Op deze manier. En dit water is eigenlijk al hartstikke schoon. Daar zitten natuurlijk wel bacteriën in en vuil. En het bruine komt hier in dit geval omdat er ijzer in de grond zit. En dat gaat oxideren. Het lijkt gewoon roestwater. Nou, de bedoeling is eigenlijk heel simpel. Als je het kapje eraf haalt, kun je zo hier water eruit spuiten. Als je dit drinkt vanuit dit gebied, is eigenlijk helemaal geen probleem. Het beste is, omdat er misschien virussen in kunnen zitten, dat je dus nog wel dit dan koopt. Maar in principe kun je het gewoon drinken. Je kunt gewoon op. Nou, wat ook in de natuur kan, is dat je waterfilters zelf bouwt. Dat ga ik laten zien. Dit soort flessen die vind je vaak in de natuur, weggegooid. Dus het is handig om te bewaren. Meenemen is ook handig, daar heb ik ook eerder iets over verteld in de views, omdat ze heel licht zijn. En je begint eigenlijk gewoon met het ding eraf te snijden. Op deze manier. We hebben nu eigenlijk een filter gemaakt. En dan is het belangrijk dat je gras hebt, mos, houtskool, goed bewaren van je kampvuur en wat grind en zand. Op het moment dat je dus dit erin gaat doen, dat gaan we eigenlijk een lager doen, zou het vervelend zijn als al die rotzooi meeloopt. Dus er gaat eerst een steentje in, dat net blijft hangen hier. Dus
zodat er iets tegen wordt gehouden, dat water er wel doorheen kan. Dan gaat het houtskool, gaat eerst erin. Dan is de volgende laag, is dat we er dus dat mos opleggen. Dit is sterretjesmos. Dat is wel een mooi spul, omdat aan de onderkant van sterrenmos niet gelijk het zand zit, maar eerst de worteltjes. Dan heb je veel minder zand in het potje. En dan gaat de stenen ertussenin. Dan wat gras. Mag trouwens ook gewoon groen gras zijn. En dan op het laatst eigenlijk toch nog wat stenen die wat grover zijn, ook omdat het dan een beetje aangestampt wordt. En dan hebben we hier een filter. Nou, dit kapje hadden we bewaard. De onderkant. Daar kun je het mee scheppen. En de eerste, vaak litos, zijn smerig. Zand, mos, je snappen het wel. En wat de bedoeling is, is dat alle organische delen, kikkervisjes, watervlooien, en takjes en zo worden tegengehouden door de steentjes en door het mos. En de koolstof, de actieve kool, doodt de bacteriën. Het spreekt voor zich dat dit water wat hier uitkomt in het algemeen natuurlijk nog wel gekookt moet worden, in verband met de virussen vooral. Maar je bent wel van het grootste gedeelte van de vervuiling af. Ik weet niet of het goed te zien is. We zullen daar even inzoomen, anders wordt het water wordt steeds schoner wat eruit komt. En uiteindelijk is het bijna helemaal helder. En zo scheppen we er even door. En het wordt gewoon steeds helder dan. Zo maak je een heel mooi natuurlijk filter, wat prima voldoet. Nou, we zochten dus een plek om te gaan wildkamperen. Heel spannend avontuur, want we hadden een plek gevonden in het bospad. Het is hier echt pikkendonker. Wat je nu ziet is dus een slagboom, want de boswachter die ons zag, die was veretterig om voor ons uit te rijden. Gooit eigenlijk min of meer voor zijn neus die slagboom dicht, zet hem op slot. En we zitten hier dus midden in de Oud-Vanje, waar echt bijna niemand rijdt ook. En we hebben nou de politie gebeld en die gaat ons bevrijden, hopen we. We wachten al 3 kwartier, het is nou ongeveer 2 graden boven nul. En het is ergens ook alweer grappig natuurlijk. En Alex en Max, die staan in de verte daar te wachten op de politie. Ik weet niet of dat te zien is. Daar staan ze. En nu maar wachten. Nou, we zijn bevrijd door de boswachter uiteindelijk. Die wel met blauw licht aankwam. Dus die was wel een soort politieman. Waarschijnlijk krijgen we nog een boete ook. Want hij wilde alles van ons weten. Maar het was verder een geschikte peer. Na 1,5 uur zo ongeveer zijn we bevrijd. Nu zitten we op een ander kamp. En dat is een prachtige verhaal voor het kampvuur. Daar zitten we nou ook bij natuurlijk. Wat ik erover kwijt kan, is dat als je dus wild wil kamperen in de Ardennen, dat je dus niet zo dom bent als wij, dat we in een bospad gaan, wat volgens Alex en Max al niet helemaal goed voelden. Want we zijn gewoon genaaid. Daar komen we tot neer. Nou, na ons hachelijke avontuur met de boswachter moesten we al onze gegevens afgeven, dus komt er nog een bekeuring aan, waarschijnlijk. Maar het was verder een aardige vent. En we moesten dus op zoek naar een ander bushcraftplekje. Nou, dat blijkt niet eenvoudig. Dus wij hebben iets gevonden, een soort afgebroken lodge. Wel buiten, aan het water. Nou, we zijn nu eindelijk toe aan koffie. Het is weer tijd. En we zijn nog steeds in heel goed humeur, want tegenslagen zijn het leukst later. Denk ik tenminste aan terug. Nou, hier brandt dus een gasbrandertje. En Alex heeft al een mooi vuur gemaakt. Gaan we daar wat worstjes op maken.
Waar zitten we dan, mannen? Afzien vandaag. Zeker afzien. Nee, nu niet meer. Zo, ik had wel even zuur hoor, toen we daar stonden met die... politie slash boswachter. Zeg meneer, drie kwart van de tijd zit te lachen. Ja. Ja, omdat ik het ook gewoon grappig vond. Nee, maar dat was de reden die jij vertelde. Omdat wij altijd, altijd gebeurt er wel iets. Ik kan gewoon geen moment bedenken dat wij met z'n tweeën op pad zijn. En gewoon niks raars gebeurt. Klopt. Dit was best wel fucked up eigenlijk. Ik bedoel, als ik niet een beetje Frans had kunnen praten, dan, of Duits of wat dan ook, dan hadden we daar gewoon nu gezeten in de auto. Voor een slagboom. Ja, ik denk het niet. Ik denk midden in een gebied met wolven. Dan was ik hout gaan zagen en dan had ik die greppel dichtgegooid. Dat we daar doorheen hadden kunnen rijden. Ja. Nou, ik lig inmiddels in de tent. Het is buiten zo'n beetje, nou, -5. Met gevoelstemperatuur met windkracht 4. Voelt het toch wel een stuk kouder, dus we zijn gaan slapen. Ik hou mijn donsjack nou ook aan, want dat was toch wel handig. En ja, geweldige avond. Buiten is prachtig. Dus alle sterren zijn te zien, ook vallende sterren. En de hele tent beweegt van de wind. Dus het voelt avontuurlijk. Maar morgen gaan we pas echt weer dingen laten zien die je hier zo in de Ardennen kunt doen. Goedemorgen mensen. Zo staan we dan op. Natuurlijk fantastisch wakker worden dit, hè. Ja, ondanks de kou hebben we beter geslapen dan door een roosje. Maar wakker ben ik nog niet echt. Dus eerst koffie. Kijk, de zon komt al een beetje op. Prachtig. Voor het gemak even een kleine gasbrandertje. En dan merk je toch wel, zoals rond het vriespunt, dat dan dat gas dus het duik slechter doet. En het tankje wat we nu hebben, dat zit met propaan in plaats van butaan. En dan brandt dat dus gewoon goed. Nou, inmiddels de auto kunnen pakken, want dat is wel wild staan. Maar niet helemaal. Uit de mazzel dat de auto in de buurt kon staan. En is het lekker als die gelijk kan starten en je spullen erin. Want we gaan natuurlijk vandaag gewoon verder. Plekje zoeken voor de rugzak en dan de bossen in. Nou, Alex en Max gaan ook opstaan. Best koud, hè? Ja, best wel. Ah, trouwens, valt er mee. Bikkels. Beetje te koud voor een t-shirtje. Daar heb ik wat gasten voor. Ja, t-shirt is een beetje weinig, ja. Nou, we gaan nu afbreken en op pad met de rugzakken. Een beetje een bende vandaag.